Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En we gaan kijken naar Bitcoin. Kan die de 200 moving average op de dagelijkse breken? Is er een bears patroon dat anders gaat uitbreken naar beneden? En we kijken naar NFT's die in beslag zijn genomen door de Nederlandse politie. En vergeet de content. Oh nee, de video geen like te geven als je de content kunt waarderen. Abonneer op als je dat nog niet hebt gedaan. En laten kijken of we boven die 500 likes kunnen blijven. Super top in ieder geval van jullie allemaal. En pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. Dan, Bybit is de sponsor voor deze video. Je kunt die traden, je kunt die steken, je kunt die launchpads, je kunt hier van alles doen wat je binnen crypto wilt doen. En je kunt 10 dollar voor noppes krijgen als je een trade account aanmaakt met mijn referral link, die onder in de video beschrijving en comment vindt. En een één-trade plaats en dan aan het einde van de actie, rond halverwege april, krijg je dat op je uh, trade account. En dat kun je er ook gewoon afhalen. Dan, Nederlandse politie neemt voor het eerst NFT's in beslag. Het is onduidelijk wat ze in beslag hebben genomen, dat laten ze nog even weten. Ze zeggen wel dat het om kunst gaat. En als je afvraagt, ja maar hoe nemen ze nou iets digitaals in beslag? Dat kun je dus natuurlijk doen door de private keys eh, van de wallets te hebben. En even kijken, het is um, niet helemaal bekendgemaakt hoe ze dat hebben gedaan, maar ze hebben dus dan de wallet, de eh, private keys, en dat betekent dat zij eigenaarschap hebben over die wallets. Dus. En dit is vooral vanwege, even kijken, wat was dat ook weer? Zij, de, de verdachten die zijn bezig geweest met oplichting met privégegevens. Dus ja, dat mag natuurlijk niet. Dan, vandaag wordt er ook weer in, de Europ in het Europese parlement gestemd over regelgeving. Ik weet niet hoe laat het is, dus als iemand het weet, laat het zeker even weten in de comments. En het zorgt in ieder geval voor strengere regels omtrent het versturen van cryptocurrencies tussen. Ja, de exchanges en de wallets. En die zouden daardoor dus strenger kunnen worden. Want ze moeten dus een heleboel meer informatie gaan opslaan. En de vraag is of iedereen daarop zit te wachten. Nou, niemand zit erop te wachten natuurlijk. Maar het zou een domper kunnen zijn voor um, de exchanges zeker weten. Maar ook voor de uh, klanten. Dus als dit uh, wordt aangenomen. Dan zou dat vandaag ook wellicht wat rood kunnen betekenen voor de koersen. Dan over de koersen gesproken. S&P 500. Dus wat we hier zien is nog steeds een mooie groene lijn. En gisteren een, um, een hanging man candlestick. En ja, het is eigenlijk heel simpel. Nou ja, ik probeer het simpel te houden in ieder geval. Als we de low breken van gisteren, dan kunnen we dus eindelijk de dagelijkse consolidatie verwachten. Want eigenlijk tot nu toe is elke dag een higher low op de candlesticks. En is dit één beweging. En hebben we nog niet de beweging gehad voor een higher low. Ten opzichte van deze low. Dus dat zou kunnen gaan gebeuren. En breken we de high van gisteren? Dan gaan we gewoon vrolijk door naar boven. En veel weerstand is er eigenlijk niet tot aan dit niveau hier ongeveer, de 47,20. Dus ja, dat is nog steeds een mooie stijging. En dit zal een invloed hebben op Bitcoin als dit naar beneden gaat. Dus dat is iets om in de gaten te houden. Futures grafiek: consolideren boven de futures gap nog niet gesloten. Bitcoin op de dagelijkse, dus we zijn allemaal bullish. Ik ben in ieder geval bullish en ik verwacht ook dat we hier kunnen doorzetten. Maar hier nog eventjes de uh, beervlek die eigenlijk uh, een tijdje geleden die ik heb laten zien op de grafieken. Deze is nog niet geïnvalideerd. En hoewel we allemaal bullish zijn, ja, is dit nog steeds een mogelijkheid. We kunnen dit nooit 100% uitsluiten. In ieder geval totdat die geïnvalideerd is. En ja, het zit nu rond dat invalidatiepunt. Komen we boven de 200 moving average. En daar blijven we dan ook boven. Dan verwacht ik dat deze beervlek niet meer zal gaan uitspelen. Een eerste waarschuwing voor deze beervlek is de 40.500 het verlies daarvan. Maar ja, het is eentje, die moeten we erop houden. Het is niet heel waarschijnlijk, maar we moeten toch uh, bekijken. Waar ik meer uh, in geloof op dit moment met alle cijfers en uh, breken van weerstanden. Blockchain data is deze opwaartse die, die natuurlijk al is uitgebroken. En als we even wat verder inzoomen, zien we dus dat de koers aan het consolideren is onder die 200 moving average. Eén dag, twee dag en de derde dag gisteren. Dat is toch al wat meer rood. En we hebben daarbij ook de higher lows verloren van de candlesticks. Dus consolidatie lijkt eraan te komen. Alleen ja. Uh, het is gezond in dit geval, want het is een flinke stijging. We zitten ook nog boven de 0,32, de 45.400. Zolang we daar boven blijven zitten en eigenlijk sluiten op de dagelijkse, kan dit ook makkelijk een bolvlek vormen en kunnen we dus veel meer groen gaan zien. Dus we willen in ieder geval eigenlijk boven deze weerstand, of eigenlijk support nu, sluiten van de 45,5. Kunnen met een wik eronder komen richting de futures gap op de 44.5, maar je wilde eigenlijk bovensluiten en dan voortzetting zien naar boven. Doen we dat niet, dan zou dit een fake-out kunnen zijn en is dat ook een rode vlag voor de beervlijken, in ieder geval, die ik net liet zien. Maar volgens nog ja, is er veel ruimte in ieder geval om een high low te maken en een dagelijkse uptrend op de lagere timeframes gisteren een heleboel ja, patronen eigenlijk ook wel uh, flink veel dingen die ook eigenlijk gewoon niet lekker gingen dit was ook een van die mislukte trades dus hier ook uh, uiteindelijk een falling wedge brak mooi naar bovenuit. Uh, met veel momentum geen mooie hertest gehad dus dan stap je in als een vorige high wordt gebroken stop los onder de low. nou uiteindelijk daar gewoon uitgestopt en er was ook nog een kleinere round the top en head and shoulders te zien. En ja, dat faalde eigenlijk ook. Dus het is vooral zijwaartse chop actie. En dat maakt het traden in ieder geval met patronen ook lastiger. Maar veel andere methodes eigenlijk ook wel. Um, maar wat we nu in ieder geval zien is deze neerwaartse driehoek. Kan naar boven uitbreken, ondanks dat het een bearish patroon is. Dus daar moet je ook altijd rekening mee houden. En als hij naar beneden uitbreekt, dan is de technische target 45.500 ongeveer. En waarschijnlijk zullen we ook support vinden op de 200 moving average van de 1 uur. Het is in ieder geval consolidatie. Het volume is ook afgenomen. En de koers lijkt zich klaar te maken voor een nieuwe beweging. En als deze naar boven is, dan gaan we voor een volgende keer de 200 moving average testen. En ik wacht dat we die dan ook kunnen gaan breken. Wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk de gratis kennismakingscursus doen. Je leert wat traden is, wat je ervan kunt verwachten en je kunt er ook al winst mee maken met wat je daarin leert. Deel 1 eh, is de volledige basis <coughs> om te leren traden, dus die kun je doen. Deel 2 gaat in op het hefboom traden en een aantal tools om een betere trader te worden, maar blijft daar vooral van weg als je, geen, eh, ja, als je niet voornamelijk winst kunt maken met het normale traden. En je kunt natuurlijk ook uh, meekijken in de Premium Discord groep waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel. De Bitcoin Webshop van Nederland, even een shout-out. Je kunt die hele vette, toffe Bitcoin producten kopen. En ook hiervan vind je de link onder in de video. Dan Ethereum op de dollar grafiek. Ja, eigenlijk ook hier consolidatie. Nog even uitzoomen naar de dagelijkse. Ook hier doet dat het onder de 200 moving average. En hier ja, zien we dus ook een symmetrische driehoek of een evenwichtpatroon ontstaan. Het volume neemt af. We zagen ook bearish divergentie. Dus ook hier staat de koers op springen. Het zal waarschijnlijk met Bitcoin meebewegen. En dat betekent: trade, de uitbraak, uitbraak naar boven. Dan verwacht ik dat we door kunnen gaan richting de 36,50. En bij een uitbraak naar beneden gaan we. Allereerst de 3280 testen en nogmaals, als we bij de 3000 kunnen komen, is dat in mijn ogen een uh, cadeautje van de Ethereum goden. Dan de verzoekjes van de Crypto Insiders members maandag, woensdag en donderdag en voor de dinsdag natuurlijk voor alle kijkers. En we kijken hier naar Atom als eerst en we zien hier eigenlijk een gigantische opwaartse driehoek. En die heeft een technische target van 78 dollar. Dit is op de dagelijkse, dus dit kan nog best lang duren voordat dit gaat uitbreken natuurlijk op de lagere timeframes of tenminste verder ingezoomd zien we vooral dat de koers aan het struggelen is met de 200 moving average. Dus hij heeft die moeite mee. We zien hier potentieel ook een Adam en Eve bodemingspatroon en ook die zal nog moeten ontwikkelen. Uh, verder moet ontwikkelen. Maar hier dus, ja, de 200 moving average is hier de weerstand om te breken. Tot die tijd kan dit ook weer teruggaan naar de onderkant van de opwaartse lijn, die ook support moet worden gehouden, want anders komt deze grotere opwaartse driehoek in gevaar. Ik wil daarbij niet uh, eigenlijk keihard short gaan richting beneden, want het momentum in crypto is op dit moment bullish. Wel kun je hier dus ook al een eerdere instap krijgen als we hier een mooie pool bij krijgen. Dan kun je hier dus instappen, stoplos onder deze low. Deze vind ik gewoon net iets te ver weg. En dan kijken of we dus weer richting de bovenkant kunnen gaan. En ook, dan heb je dus een veel eerdere instap. En als je dat niet wil, kun je natuurlijk ook wachten tot deze Adam en Eve zal gaan uitbreken. Dus, dat voor Adam. Dan gaan we kijken naar Rose. Even kijken... Dus Rose die uh, had, dus heeft dus ook een mooie Adam and Eve. Tenminste, een mooie. Het was een mooie Adam and Eve die aan het vormen was. Alleen ja, die breekt dus niet heel erg mooi uit hier. Het brak hier wel even naar bovenuit. Terug naar beneden. Terug omhoog. Dus dit is eigenlijk ja, een beetje ja, scheidactie wil ik zeggen. En dat is niet het mooiste helaas. Dus deze zal waarschijnlijk ook niet te goed doorzetten. Wat we wel zien is hier een opwaarts kanaal voor Rose. En even kijken we nog even terug naar de. Daily grafiek. En daar zien we dus dat de koers in ieder geval boven de 200 moving average is gekomen. Als het daarboven kan blijven, is dat positief. We zien hier overigens ook de weerstand op de 28,9 cent. En eerder was dat weerstand: support, 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 support. En ook hier eerder uh, een paar dagen terug de weerstand. Dus als we deze kunnen breken binnen het opwaartse kanaal, dan zie ik de koers in ieder geval nog een mooie stijging doormaken richting de eerstvolgende weerstand op de 32 cent. Maar goed, het is een opwaartse kanaal die breken over het algemeen naar beneden uit. En zeker als Bitcoin bearish zal zijn, dan kunnen we doorgaan naar de onderkant van dit opwaartse kanaal en vervolgens ook door naar andere support hier op de 24,9 cent. En je ziet dat dat hier ook al een 24,9 cent, de 25 cent dus, een support is. Dus bij uitbraak naar beneden, dan zou je ook de, het verlies van de support hier op die 28 cent kunnen pakken. Anders bij deze, bij het verlies van de Opwaartse lijn hier van het opwaartse kanaal door naar de 25 cent. En in het beste geval krijg je dus een uitbraak, een uitbraak boven de 28,9 cent. Als dat support wordt, kun je niet ieder geval traden richting de bovenkant van het opwaartse kanaal richting de 30 cent. En als die uitbreekt naar boven, dan naar de 32 cent, die volgende weerstand die je hier ziet. Dus dat zijn de trade opties in ieder geval voor Rose op de korte termijn. En daarna is het eigenwachten een ander groot bodemingspatroon vormen. En als laatste gaan we kijken naar Solana. En daarvoor gaan we ook even uitzoomen naar de dagelijkse grafiek. Dus eerder deelde ik op 21 maart al in mijn premium Discord groep, dus niet van Crypto Insiders, uh, de grotere Falling Wedge. <coughs> en ook deze Adam Eve patroon, die is mooi uitgebroken, heeft een technische target behaald ook. En gisteren ook de update dat die technische target behaald is um, en wat we daarna kunnen verwachten. Dus dat gaan we even bekijken. En als je meer van dit soort updates wil, dan kun je hier inschrijven voor de Premium Discord groep. De links vind je onderin de video. Dus hier deze, deze mooie Falling match heeft zijn technische target inmiddels bereikt. Dus dat is top om te zien. Dat is een mooie stijging van... 37%, dus dat is goed om te zien. En wat we nu zien is dat de RSI op de daily die ligt op de 74, die is dus die is overbod. Dus een uh, tegenreactie, dus een bearish reactie na een mooie stijging, dat is toch wat je dan ook vaak zult zien. Maar ook in dit geval is dat niet slecht, we zouden hierbij makkelijk en mooi ook een kap en hendel kunnen gaan vormen. Die heb ik nu op de golden pocket getekend op de 103 dollar. Het kan ook heel klein zijn, hè? niet uh, onder de 111 dollar komen. Maar dat zijn in ieder geval punten waarop ik zou kunnen kijken om te willen instappen voor een hoger risicotrade. En anders kun je natuurlijk ook gewoon de uitbraak afwachten van de neklijn van deze kap uh, en En die zit op de 1,22 want we weten natuurlijk ook niet hoe Bitcoin zal reageren in de komende dagen. Dus als Bitcoin eigenlijk dit doet, dan zal Solana dat ook kunnen doen. Dus daarom is het vaak ook beter om af te wachten tot zo'n patroon eigenlijk uitbreekt. Dus Solana, ja, het ziet er positief uit. Er is dus heel veel ruimte ook gemaakt hier om een dagelijkse high-low te kunnen maken. Eventueel dus die en handel en dan een uitbraak naar boven. Technische target van deze en handel zit in ieder geval. Even iets grofjes gedaan. Op de 171 dollar. En daarbij zouden natuurlijk de, de 200 moving average op de daily eerst moeten breken. Dat zal een weerstand zijn op weg omhoog. Goed, dat was het voor deze video. En ook weer voor deze week. Meer updates in de Premium Discord groep over de dagen heen tot maandag. En ik zou zeggen: Happy trading! Ja, alvast een heel fijn weekend. En tot volgende week weer.